Majesteit, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het land stond op springen. Het gonsde van de geruchten over verraad, uitverkoop aan Spanje, herstel van de katholieke mis. Er werden soldaten geworven en er waren gebedsdiensten om God te smeken een burgeroorlog te verhoeden. En dat allemaal vanwege een theologisch verschil van inzicht over geloof. Berust dat op eigen keuze of voorbestemming? Een vraag die niet nieuw was, maar op dat moment al meer dan 1000 jaar oud. Het liefst zouden we verhalen dat er een nationale synode kwam waar men zich met elkaar verzoende en waar besloten werd om de Bijbel op verantwoorde wijze te vertalen ten einde dergelijke conflicten in de toekomst te vermijden. Maar zo is het niet helemaal gegaan. Nu bestaat vaak het beeld dat het ging om verademende vrijzinnigheid tegenover rigide orthodoxie, waarbij een groot staatsman Oldenbarneveld het hoofd verloor en een groot jurist de Groot gevangen werd gezet en waarbij de vrijzinnigen, de remonstranten, uit de kerk en uit het land werden verjaagd. Maar zo was het ook niet helemaal. Men verwacht van mij een verzoenende reden. Althans, zo staat het in het programma. Maar hoe doe je dat, verzoenen na 400 jaren? Schuldbekentenis? Excuses? Het zou mooi zijn als de remonstranten en de nakomelingen van de contra-remonstranten, de PKN, tot een gemeenschappelijk standpunt komen over wat hen toen verdeelde. Maar het is niet zo dat ze nog dagelijks vechtend over straat rollen, dus wat verzoen je dan eigenlijk? Het verleden verandert er niet mee. En dat is nu juist waar we mee verzoend willen worden, met het verleden. En dat doe je niet door het mooier te maken dan het was, of zwarter. Maar door het goed te begrijpen, ervan te leren om herhaling te voorkomen en het te aanvaarden als het gemeenschappelijk verleden. Het conflict waar het om ging raakte iedereen. Maar zou het echt alleen theologisch zijn geweest, dan was de spanning nooit zo opgelopen. Het theologische conflict was echter een smeulend lont in een kruidvat van politieke spanning tussen de bestuurlijke elite en een populistische meerderheid, tussen Holland en andere provincies, tussen Oldenbarneveld en Maurits. En daarbij ging het om zeggenschap over de kerk, de militair, de buitenlandse politiek en de voortzetting van de oorlog tegen Spanje. Het was voorwaar niet niks. Theologisch ging het om de vraag: komen we in de hemel omdat we zelf kiezen om te geloven en goed te leven? Of is het genade dat we geloven en geen eigen verdiensten? En leven we goed uit dank dat we in de hemel mogen komen? Is de hemel beloning voor eigen verdiensten? Of is ze gelijke genade voor iedereen? Nu denken we al gauw, zullen we wel zien. Maar in een tijd waarin de dood heel dichtbij was, ging het om een uiterst actuele vraag. En voor eenvoudige mensen die een heel leven moesten ploeteren zonder enige zekerheid, was de hoop om straks in de hemel te komen een vooruitzicht zoals de AOW dat nu is. Het idee dat een hemel een kwestie zou zijn van eigen verdiensten was even explosief als wanneer men nu de AOW zou afschaffen en nog alleen zou toekennen als onderscheiding voor maatschappelijke verdiensten. Bovendien klonk het allemaal erg rooms. Waren de reformatie en de oorlog tegen Spanje dan voor niets geweest? De gewone burger moest er allemaal niets van hebben. Hij was boos, zou men nu zeggen. Daar kwam bij dat men het ook niet eens was wie er nu eigenlijk over ging. Onder leiding van Oldenbarneveld meenden de meeste Hollandse steden en de Staten van Holland dat Provinciale Staten hierover gingen. Remonstranten steunden die gedachte. Plaatselijke kerken, waar de contra-remonstranten veel steun hadden,
meende daarentegen dat aangezien het om de belijdenis van de kerk ging, een algemene synode van de hele kerk hierover diende te beslissen. Maar daar waren de Staten van Holland in vierkant tegen. De ontknoping kwam in 1617-1618. Eerder had Olde Barneveld, om kerksplitsing te voorkomen, partijen opgedragen elkaar broederlijk te aanvaarden. En dat had precies het omgekeerde effect. En toen stadsbesturen werden gemachtigd om soldaten te werven, om dat besluit te doen respecteren, kwam Olde Barneveld tegenover Maurits, het leger en Amsterdam te staan. Het vervolg is bekend en minder fraai, maar in die tijd wel haast onvermijdelijk. Olde Barneveld en anderen, waaronder Hugo de Groot, werden gevangen gezet en de Staten van Holland aanvaarden dat er een nationale synode kwam. Ook de buitenlands-calvinistische kerken waren vertegenwoordigd. De synode leidde niet tot pacificatie. De remonstranten waren aanwezig, maar als gedaagden en niet als afgevaardigden. Het debat was niet een poging tot toenadering, maar een herhaling van het eigen gelijk en de bevestiging van de dominante positie van de Calvinisten. Het mondde uit in de 5 artikelen tegen de remonstranten, ofwel de Dordtse leerregels. De kerksplitsing was een feit. Maar een splitsing tussen kerk en staat en tussen de provincies was voorkomen. Weliswaar heeft de Republiek nooit meer de kerk zijn wil op willen leggen. Maar via vertegenwoordiging in de kerkbesturen werden conflicten eenvoudig voorkomen. En de synode is ook niet het begin van een mooie traditie van regelmatig overleg. Want hoewel de synode besloot dat er om de 3 jaren een synode zou samenkomen, is er gedurende de Republiek nooit meer één geweest. Verdient de synode dan wel een ode? Wel degelijk, want 1 ding blijft. In een Europa waarin men bij vergelijkbare conflicten naar de wapens greep, kwam de Republiek op vreedzame wijze samen. Niet politiek, maar in een kerkvergadering. Zo wist ze de vrede en eenheid te bewaren in een Europa dat steeds meer oorlog en burgeroorlog kende. Het kostte Olde Barneveld het leven, maar de oorlog die in Duitsland uitbrak kostte 1/3 van de hele bevolking het leven. En dan zwijg ik over de burgeroorlogen in Frankrijk en later in Engeland. De synode legde het conflict niet bij, maar de rust keerde terug. Want door het besluit van de synode ontstond een nieuw kerkgenootschap dat als andere gewoon gedoogd werd. Na de dood van Maurits kwamen de predikanten terug en had men eigen kerken. Je moet Nederlanders nooit zeggen dat ze gelijk zijn, want dan krijgen ze ruzie over wiens gelijk. Maar als je erkent dat ze verschillend zijn, kunnen ze vaak vrij redelijk met elkaar omgaan. En de synode deed meer. Ze organiseerde de interne opbouw van de kerk, herzag de kerkorde en besloot tot een nieuwe vertaling van de Bijbel in het Nederlands voor alle kerken. Ook Rooms-Katholieken en Joden werden geraadpleegd. Met die besluiten heeft de synode bijgedragen aan de groei van een gevoel van nationale gemeenschap, aan onderwijs en aan een verantwoorde Bijbelvertaling en een cultuurgemeenschap rond die Statenbijbel. Men heeft zich de tijd gegund om tot die vertaling te komen, 19 jaren. En ze werd nadien ook door de remonstranten gewoon gebruikt. Daarmee is die synode, hoewel ze dus eenmalig is gebleven, een monument van blijvende betekenis, de synode van Dordt. En hebben er iets van geleerd? Doen we het nu beter? Want pas dan komen we met het verleden in het reine. En kijk dan niet vooral naar de discussies binnen de kerk,
maar naar het publiek debat. Want het ging ook toen om een politiek en sociaal geschil. Doen wij dat zorgvuldiger? Luisteren we naar elkaar voor we ruzie zoeken? Of ruzieën we liever voor we luisteren? Trekken we bij meningsverschillen de eigen mening in twijfel of die van de ander? Proberen we wat vreemd is en verkeerd lijkt te begrijpen? Of haasten we ons om het bij wet te verbieden? Bieden we minderheden ruimte om tot recht te komen? Of laten we ons liever als meerderheid gelden? Ik heb zo mijn twijfels of we het echt veel anders doen. Daarom, pas als we van hier gaan met het vaste voornemen om elkaar niet langer te veroordelen in wat verschilt, maar te zoeken in wat gemeenschappelijk van waarde is. Om voortaan niet onszelf te doen gelden, maar de ander geen aanstoot te geven en niet te ergeren. En om elkaar in alle verscheidenheid ook werkelijk als gelijke, als broeder en zuster te aanvaarden, dan heeft de synode een waardige ode.